Ik ga nu bakken. Heet je kip, heet je. Sticks. Ja, hij is gewoon met passie hier geweest. Ik vind het echt leuk. Het Fantine project, dat is een project van mensen die een beetje moeilijk in de samenleving hebben. Mensen met verslaving of mensen die woonbegeleiding, die niet op de arbeidsmarkt kunnen presteren, kunnen hier al verder ontwikkelen. Deelnemers die bij ons komen, die kunnen beschermd achter bijvoorbeeld paninis bakken. Of je kan voor in de schijnwerpen staan en de kassa bedienen. En het kan ook van loop van tijd zijn dat je doorstroomt van achter naar voor. Mijn doel dat is gewoon in de keuken, zoals cursus volgen als kok. Dat is mijn doel eigenlijk. Maar ja, dat heb ik al een keer geprobeerd, is niet gelukt. Door eigenlijk, ik wil eerlijk zeggen, door mijn verslaving. Oké. Ja. Wat voor verslaving heb je? Ik heb een alcoholprobleem. Had ik probleem, ja. Dus dat is eigenlijk, ik kom hier om een beetje bezigheid, structuur, noem je dat. Dus dat is de mede eigenlijk, ja. 2012 lag ik 14 uur in bed. Ik kwam mijn bed niet meer uit. Het leven was zinloos voor mij. En ja, hier heb je toch het gevoel dat je weer nuttig bent. En ja, iedereen mag hetzelfde werktempo bepalen. Nou, en ja, door hier krijg ik weer zelfvertrouwen. En ja, ik maak er wat van. Dus, ja. Leerlingen en weten ook ervan dat wij er zijn. En dat is een hele goede combi. Midden in de samenleving is dit wel een topproject. Als je het gewoon leuk vindt om aan jezelf te werken, je werkritme op te bouwen, je het leuk vindt om in de horeca te werken, ja, dan zijn we op zoek naar jou.